Hallo, leuk dat je weer kijkt naar mijn video. Deze keer ga ik het hebben over de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw. En ik begin met een verhaal. Op een dag in 1633 verscheen een man van 69 jaar oud bij de rechtbank van de Katholieke Kerk in Rome. Deze Italiaan, Galileo Galilei, had in de voorbije jaren een aantal boeken gepubliceerd waarin hij nogal omstreden beweringen had gedaan. In zijn jonge jaren was hij geïnteresseerd geraakt in de sterren en de planeten. En hij bofte, want nog niet zo lang geleden was de telescoop uitgevonden. waarmee je gewoon vanuit je tuin het universum kon bestuderen. met je eigen ogen. Dus toen Galileo door zijn splinternieuwe telescoop het heelal intuurde. zag hij kraters op de maan, vlekken op de zon. en allerlei bewegende hemellichamen in de zwarte nacht. En wat hij ook zag, was het bewijs dat niet de zon om de aarde heen draait. maar andersom. Hij moet versteld hebben gestaan toen hij zag dat er om Jupiter manen cirkelden. Want dat betekende dat wat men jarenlang voor zeker had gehouden, niet klopte. Iedereen kon toch met zijn eigen ogen zien dat de aarde stil stond en dat alles in de hemel eromheen bewoog. Daar was men sinds de klassieke oudheid dan ook van uitgegaan. En in de filosofie van het christendom was het ook volkomen logisch dat God de aarde in het middelpunt van zijn schepping had geplaatst. Niets wezig op dat het universum anders in elkaar zat. Tenminste, als je alleen maar met je ogen keek. Dit geocentrische wereldbeeld met de Aarde in het centrum was door iedereen dan ook geaccepteerd. En ook als wij niet beter zouden weten als wij geen telescopen of andere kijkinstrumenten hadden gehad, dan hadden we denk ik dezelfde conclusie getrokken. Maar door de observaties die men met hypermoderne telescopen kon doen, bleek dat de planeten en de Zon niet om de Aarde heen draaiden, maar dat de Zon het middelpunt vormt van het universum. Toen Galileo door zijn telescoop keek, vond hij eindelijk het bewijs dat Copernicus gelijk had toen hij in 1543 dezelfde beweringen had gedaan. Copernicus had alleen nog niet de technologische middelen gehad om zijn heliocentrische wereldbeeld, dus met de zon in het midden, te bewijzen. En het lijkt mooi, zo'n nieuwe wetenschappelijke ontdekking, want zo kwam de mensheid dichter bij het ontrafelen van de mysteries van het universum. Galileo zelf dacht dan ook dat hij hiermee kon laten zien hoe geniaal de schepping van God was. Maar zo dachten de katholieke machthebbers er niet over. Zij gingen uit van wat er in de Bijbel stond. Of in ieder geval van hun eigen uitleg van wat er in de Bijbel stond. En de katholieke kerk had eeuwenlang uitgelegd dat de aarde het middelpunt van het universum was. En dat de zon er omheen draaide. Als ze daar nu ineens op terug moesten komen, zouden ze toch wel een beetje voor schut staan. Bovendien hadden ze net, de eeuw daarvoor, te maken gehad met de reformatie. Die ook onder andere was begonnen omdat men fouten ontdekte in de katholieke leerstellingen. En zo kwam het dat Galileo voor de zoveelste keer naar Rome moest afreizen om voor de zoveelste keer te beloven dat hij het heliocentrische wereldbeeld niet meer zou verdedigen. Bij elke nieuwe publicatie van Galileo zat de kerk er weer bovenop. De paus moest een duidelijk signaal geven dat het verkondigen van dit soort radicale ideeën die tegen de autoriteit van de kerk ingingen niet kon. Galileo kreeg, 69 jaar oud, zijn straf te horen: levenslang huisarrest. Hij mocht nog wel brieven schrijven en bezoek ontvangen, en dus uit heel Europa kwamen collega wetenschappers die dappere Galileo opzoeken. Hij liet zijn nieuwste boek stiekem naar de Republiek der Nederlanden smokkelen. Daar had de katholieke kerk geen invloed meer en was er ook grote belangstelling voor deze nieuwe wetenschappen. Maar met het gebruik van hypermoderne kijk- en meetinstrumenten maakte hij, Galileo, een nieuwe wetenschappelijke methode mogelijk. Die methode bestond uit het zeer nauwkeurig observeren en beschrijven van verschijnselen in de natuur, het doen van experimenteel onderzoek en het nadenken over oorzaken en gevolgen. Vanuit de theorieën van Galileo ontstonden de moderne natuurwetenschappen. Het bewijs van nieuwe theorieën en verklaringen werd gevormd door berekeningen en wiskundige formules. En daarmee kwam er ook heel voorzichtig een einde aan het idee dat God voortdurend ingreep in de wereld. Het was niet God die de planeten en de dingen in beweging bracht, maar vaste en voorspelbare natuurwetten. Het verhaal van Galileo is het verhaal van de wetenschappelijke revolutie. Het is een ontwikkeling van het denken over kennis, over waarheid, de autoriteit van geschriften, het belang van onderzoek en het belang van logisch redeneren. Was iets waar als het in de Bijbel stond, of als een oude Griek of Romein het een keer had beweerd? Kon je eigenlijk wel zeker weten dat er in oude geschriften geen fouten stonden? En hoe komen we eigenlijk aan onze kennis? Wat geeft zekerheid? In de wetenschappelijke revolutie stonden er voor het beantwoorden van deze vraag twee stromingen: het rationalisme en het empirisme. Rationalistische wetenschap maakt gebruik van wiskunde en logica om tot nieuwe kennis te komen. Omdat de mens deel uitmaakt van de schepping, zat in de mens dan ook alle benodigde kennis om de schepping te doorgronden, te begrijpen. Althans, dat zei de Fransman René Descartes, die met zijn gewaagde uitspraken alleen in de Republiek terecht kon. In het wereldbeeld van Descartes was God de eerste oorzaak van alles. Natuurwetten, die het bewijs waren van de volmaaktheid van de schepping, konden met het verstand worden ontdekt en vervolgens uitgedrukt in wiskundige formules. Aan de andere kant had je de empiristen. Die waren ervan overtuigd dat je enkel en alleen door zintuigelijke waarnemingen tot ware kennis kon komen. Alleen door zorgvuldig te kijken, te ruiken, te voelen en te proeven, zou de wetenschapper de achterliggende mechanismes in de wereld kunnen ontdekken. Experimenten konden bovendien nog meer zekerheid geven. De wetenschappers van de 17e eeuw ontwikkelden een mechanistisch wereldbeeld. God was alleen nog de grote schepper van het heelal, maar hij had om zichzelf het wat makkelijker te maken, natuurwetten bedacht, die waren aan het begin van de schepping aangezet en werkten daarna helemaal vanzelf, om door mensen vervolgens ontdekt te kunnen worden. Baruch Spinoza, een kind van vluchtelingen die ook in de Republiek waren beland, meende zelfs dat er helemaal geen onderscheid was tussen God en de schepping, maar dat God en de schepping één en hetzelfde ding waren. Hieruit blijkt dan ook dat wetenschappers geen radicale breuk wilden met het geloof, maar dat men in veel landen toch op gespannen voet leefde met de religieuze autoriteiten. In de Republiek kon men profiteren van de vrijheid van denken, de afwezigheid van de katholieke kerk en de vrije pers. Daarom sluit ik af met een 17e eeuws gedichtje van de Nederlandse Jacob Katz. Eén heeft zeer wel gezegd: God heeft twee grote boeken, daar veel te vinden is voor die maar wil zoeken. Het eerst is het heilige woord, het tweede Gods werken, daarin ieder mens veel wonderen kan bemerken. Dankjewel voor het kijken naar deze video over de wetenschappelijke revolutie in de 17e eeuw. Tot de volgende keer.